De houtconcessiehouders, die sinds gisteren de weg naar Langatabiki barricaderen, hebben de overheid een week de tijd gegeven om met een gepaste oplossing te komen. Rudy Paulus, een van de concessiehouders, zegt dat hun werk al een week is gestagneerd. Ze konden dus niet langer wachten omdat hun voortbestaan in gevaar komt. Mijn beslissing voor tapa passie voor weg, de man aan dag. Mijn sabdak na strafbare feit, mijn sabdak wel die mag kom op gio leti, gio rechter. En if je man, if granat je mag gio aan dag dat was rustig passie en jullie burger, abar recht, hoe zoek een systeem voor je kan weg de man recht. En dat doe. Dus het probleem voor ons, ik leg het zo uit, dat we dat gaan jaren. Ik ben hier in 2012 en ik ben hier in 2012. En ik ben hier illegaal. En ik denk nu, ik op zich buiten een groep normaal begrijp dat hij illegaal. De houtconcessiehouders willen met de regering om de tafel gaan zitten. Paulus geeft aan dat de weg niet opengesteld zal worden zolang er geen gesprek komt met de overheid. Hij zegt dat ze willen werken en geen criminelen willen worden. Omdat, aan een gangster of gangster, aan een ogri, maar ik hier niet ba. Ik hier niet ba. Als je kijkt hoe dan bijna 200, 300 man ja, allemaal hebben gezet naar ons. Dus nou hier, kunt ook wel duizenden man, ik word nu broodloos. Omdat ik die makkelijk leg voor Goroko, alleen, aan alle soort omstandigheden, Goroko ook ba, en op Oera, en op Serefi, ik tap hem. Direct. Dus dat is een orga, telefonisch gesprek wel. Maar dat is ook bij hem, dat kan antwoord. Nou, de antwoord no concreet naar ons. Waardoor we hebben te gaan stap. Omdat, if we kiezen een grondig antwoord, zou ik dat je hulp doen, we hebben last te komen. De mensen wachten op een antwoord van de procureur-generaal, de president en de vice-president. Ze willen de mogelijkheid krijgen om hun houtblokken van de concessie te halen.